Het ministerie van Defensie gaat nog een controlepost opzetten aan de oostgrens. Tot nu toe is er maar één controlepost. Minister Krishnamurthy zegt dat de nieuwe post bestemd is voor COVID-controle. De minister is ervan op de hoogte dat mensen, ondanks controle, nog steeds de oversteek doen naar de Franse kant. In dat kader praten bewindsvrouwen met diverse belanghebbenden om het probleem te minimaliseren. Wat we bezig zijn te doen, is enerzijds communicatie. We moeten iedereen erbij betrekken, de boothouders, want je komt ook aan hun brood eigenlijk. Hè? Dus het is een complete, met alle stakeholders integraal zijn we bezig te bespreken. De MP, de politie, met de lokale, de mensen, de DC, de mensen van zelfs Frans-Guyana zijn erbij betrokken. En wat we doen is steekproefsgewijs controleren dat de mensen zien. En wat we wel gaan doen is nu twee controleposten. We hebben al een controlepost, we gaan nog een controlepost opzetten. Waar we nu de mensen die naar de stad komen of de mensen die vanuit de rivier komen, dat we COVID-controle gaan doen. Dus dat we gaan testen, dat we bijvoorbeeld precies wat hier gebeurt, temperatuur gaan meten, dat soort dingen gedaan worden. Matura haalde aan dat het moeilijk is de situatie op de grens onder controle te krijgen. Ze zegt dat een observatie aan de Franse kant heeft uitgewezen dat dagelijks bijna 3000 mensen de oversteek doen. Er zijn 80 keren worden gevaren en door de weekend zijn het ongeveer 5000. Maar het zijn heel veel groepen daarin. Er zijn ook schoolkinderen, er zijn mensen die hier inkopen komen doen. Er zijn mensen die goederen van hier naar de overkant brengen. Dus inderdaad... Je kan dit niet beheersen, of laat maar zo zeggen, helemaal controleren en afdichten. Maar ook de grens, hè? Want als je op één plek een post zet, dan gaan de mensen op een andere plek varen en dan komen ze toch binnen. Minister Krishnamurthy van Defensie. Afgelopen woensdag voor aanvang van de RVM-vergadering.